Hier links, Willy Lok wat nader staan. Die twee africhters van hier, die twee boxers. Die derde man in die kruid in die middel is meneer Snowball. En die eerste van 10 rondes kan beginnen. Dat hier die twee groot mannen elkaar eerst zo'n biggie zal doorkijken. En dan is het Danny Kutcher wat onmiddellijk daar met de linker kom. Baie agressief slaan als zijn opponent. De plooi. Eén van die twee gevechten wat Kutcher verloren heeft, was tegen Perry Kutcher. Maar toen heeft hij om twee keer in die tweede ronde plat geslaan. Hij is een kerel wat baie goed door haar gaping kan komen en wat baie hard slaan. En in hierdie gevecht zal geen genade gegeven worden, nie, dit leek geen twijfel nie. Een stuk of 5 na 6000 toeschouwers die gaan waarde voor hulle geld krijgen. En dan is het Johnny dat met zijn eerste rechter treft. Moet zij de plooi lijkt baie koel en kalm. Benny lijkt zo'n beetje gespannen, maar ik denk dit is niet een maatstaf nie. Dus die houden wat zal tellen. En Benny Kutcher, het gaan staan, maar we schat ik het tel niet. En hierdie gevecht gaan dramatisch voorbij wees. Hij zal niet kan voortgaan nie. Johnny de Plooi heeft op Jelte Balkatson geslaan. Dit is zijn broer Kali Kutcher wat in die kruid wil klim. Die zal waarschijnlijk nu daar bij hem zien. Hij is helemaal verdwaasd. Daar is Kali Kutcher bij hem. Om te kijken of alles recht is. Hij heeft goed begin, maar heel dramatisch. Was alles vinnig voorbij. Daar was eerst kans van André Steyn om werkelijk te gesels nie. Beslist relatief, zijn groot probleem is dat hij kan nie harde houtje in die kop verduur nie. De plooi het hem glad nie eens in die kakebeen geslaan. Dit was een linker hakou wat hem hoog in die kop getref het. En so skuins rechter wat die einde van die gevecht beteken het. Dit is eindelijk jammer om te sien dat Benny wat so mooi begin het, so op hierdie wijze tot die einde gekom het. Daar is daar die hou en daar is daar linker hakou wat hem getref het. En daar is Kutcher helemaal verdwaas. Het is voor een oomblik gelijk of hij niet weet waar hij is nie. En de plooi het dadelijk weer door die aanval oorgegaan. En dit was die einde van die gevecht. Kutcher heeltemaal uit op zijn voeten. Zijn coördinatie heeltemaal daarmee in. En hij het glad niet weet waar of wat hem getref het nie. Daar zien we het in die andere hoek uit. Even skielik, soos Andries heb gesê, dat was hier baie harde, en hier gaan Lene net eenvoudig op die touwe. En toe daar die moordende rechter, en dit is die een wat eindelijk die skade gedoen het, die opvolg houwe, daar val hy so byna op sy broer Kali se skoot, want die sit net daar rechts van hom, in die tweede rij, dan beweeg hy van die touwe weg, heeltemal bedwellend, na die oorkant, en meneer Snowball, meneer Snowball,